Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video van Rollercoaster Tycoon 3. En welkom bij deze nieuwe video van Rollercoaster Tycoon 3. We zijn er weer, ik heb er zin in. En we zijn vandaag in Rollercoaster Tycoon 3 en we gaan vandaag in de map werken en dan gaan we vandaag goed aan het werk. We gaan deze attractie voor het eerst doen even. Maar dan kunnen we even zien hoe deze ruit eruit ziet. Je ziet al dat het anders uitziet dan normaal. Want wacht, ik moet wel het goede kaartje nemen. Wacht even. Die niet. Die denk ik. Of niet. Ja, die. Deze is hem. Hallo. Hoppa. Omhoog. Omhoog met die handel. Hoppakee. Hey, dit hebben ze ook ergens in Plopsaland, volgens mij. Sst. Kijk, zo ziet het eruit als je echt in het stoeltje zit. Gaaf. Oké. Nou, we hebben ook nog een andere attractie, namelijk deze, een soort van topspin. Oh my god. Oh my god. Oh. Ik zou dat nooit in durven, jongens en meisjes. Ik zou dat literally nooit in durven. Dit is ook leuk. Dit is een soort van, ja, ik denk dat jullie, sommige mensen kennen wel de boost in, oh my god, dit is best wel creep. Oh my god, die hoort ook. Bleh! Hoppa. Hot of lot. Oh my god. Wow. Oh my god. Hier word ik er gewoon helemaal duizelig van. Geeft die überhaupt... Oh my god. Ja, dat geeft inderdaad heel veel licht. Precies ook echt dat het donker wordt. Dat geeft het licht. Stopt die ook gewoon. Kijk, zo ziet die eruit in het donker. Zo ziet deze eruit in het donker. Zo ziet deze eruit in het donker. En die en die en die. Ik weet wel dat hij een show is. Mensen, we zijn zo bij terug. Ja mensen, we zijn er weer en welkom terug bij deze video. En ja. Oké. Ik moet even wat testen, jongens. En wat we vandaag gaan doen is, ik denk toch wel deze booster veranderen. Max. Ah, ja. Nee, ik wil niet afsluiten. Nee, god. Zo, Max. Max. Hoppa. Ah. Oh, eentje is kapot. Eentje is kapot. Oké, die moeten we even gaan fixen. Kijk dan hoe snel die ook gaat. Wacht even, ik ga er eens in. Dat ding gaat fucking snel. Wojo, dat ding ging echt knijtert snel. Oh my god. Ik ga wat medewerkers doen, want dit kan echt niet hoor jongens. Dit kan echt niet. Nou, nog twee medewerkers. Nou, drie. Nee, ik doe wel dingen. En één mascotte. Hebben we één mascotte? Nee, nog niet.
Ik zei één mascotte. Zo panda. Zo panda. Daar loopt die man. Hallo. Kijk, daar loopt de inspector. Gasten in het park, 200, 300. Er moet een serieus... Nee, nee. Oh, oké. Okay. Even kijken, wat zit jij? Wow, dat ding gaat vet! Wow. Of ging dat niet hard? Die geluiden ook gewoon. Dat is gewoon echt niet realistisch gewoon. Sorry dat ik het zeg, maar dat is gewoon echt niet realistisch. Het kan toch nooit? Waar is die man? Oké, het wordt een keer donker. En deze is ook kapot, of niet? Ik ga het ook wat duurder maken, want anders... €3. €3,20. Nieuw attractie bumper boots. Wat moet je ook kunnen maken? Een pool. Een pool. Oftewel een zwembad. We kunnen dat wel heel mooi doen. Want dat is echt een open veld. Zo, pak deze even. Hoppa. Leppen die even daarheen. Doen we ook even een pad, soort van. Nou, dat kan niet, oké. Okay. Oh, dat kan niet. Of wel? Nee, dat kan verdomd niet. Godver. Nee hoor. Kijk, waar ben jij ingang? Ik doe wel een Titanic boot. Een Titanic boot. Hoor mij dan, Titanic boot. Kijk hoor, en doen we ook even het pad even aanpassen. Doen we even. Nee, dat is lelijk. Het moet wel bij het thema passen. Doe iets van zo. Oké. Okay. En doe ook even wat kraampjes erbij. Dus een limonade kan er wel staan. Want je hebt natuurlijk gezwommen, dankjewel. Gezwommen. En dan ben je best wel moe daarna eigenlijk, hè. En ook even wat... Oh, nee. Ik wilde wat zonnebrand. Dat kan ook. Nee, het zat al een koe. Kijk hoor. Even zien. Die. Dat was hem. Dat is trouwens die show. Die gaan wij binnenkort misschien met... Kan je ook kijken? Nee, ik kan niet kijken. Oh, dankjewel. Hoorde die muziek dan ook gewoon. Dikke hype, jongen. €2,20. Deze is natuurlijk ook €2,20. Heeft die andere ook €2,20? Ja. Oké, openen. Die ook fucking openen. Hoppakee. En dan kunnen we het zwembad wel even wat leuker maken. Dat we een soort van dingen neerzetten. Even kijken hoor. Die misschien. En een badmeter natuurlijk. Oh, dat was de verkeerde kant. Zoiets, ja. Kijk dan, dus we gaan allemaal naar binnen. Oeh. Is dat deze goed of niet? Nee, verdomd. God. Zo denk ik. Ja, dit is wel beter.
Dit dan? Misschien dit of zoiets. Misschien leuk. Oh, er komen al genoeg mensen, ja. Hoeveel mensen zijn in die bad wel, jongen? Kan je dan? Gaaf. Misschien kunnen we ook iets met een glijbaan doen. Misschien dit of zoiets. Ja, ik weet dat ik goed moet opletten met mijn geld. Dat weet ik, mensen. Nou, ik weet niet waar ik deze moet neerzetten. Ik kan hem ook nergens neerzetten, dus. Ik heb geen keus. Dit is ook gaaf. Observatietoren. Misschien is dat leuk. Misschien hier op het einde. Niet zo hoog, ik denk ongeveer zoiets. Zo. Waarom staat iedereen stil? Oké. Okay. Nou, dan moet ik ook even kijken hoor. Ja? Waarom gaat dat ding niet aan? Hoge Donald. Koeien. En dan moet ook even de trein aanpassen. Dus een Donald kleur heeft met altijd een oranje gezicht. Een oranje gezicht, dankjewel. En blauw, denk ik. En... En ook mooi, er staat er eentje. Kan ik het ook even testen? Ja. Zo, dat ding gaat te snel. Huppakee. Nou, dat is gefixt. En dan kunnen we ook even openen. Huppakee. Dat is geopend. Wow, oké dan. Kijk die zwembad dan, jongens. Oh my god. En dan hebben we al 300, heel veel mensen in het park. Gasten in het park. Ja, we hebben 300. Oh. Dat begint. Maar mensen, dit was al bij de video. Ik hoop dan een leuke video van Rollercoaster Tycoon 3. Laat even een duim achter, abonneer op de kanaal en tot voor deze nieuwe video van Rollercoaster Tycoon 3. Doei! Oh, verkeerde knop.